Dit is het verkeersjournaal van woensdag 25 maart. En we beginnen vandaag met werkzaamheden in Den Haag. Er wordt gewerkt op het kruispunt van de Zuid-Hollandlaan met de Koningskade. Er wordt een onderdeel van het verkeerslicht vervangen en tegelijkertijd worden in de weg ook lussen aangebracht. Voor nu vinden er voorbereidende werkzaamheden plaats. Zaterdag dan gaan de verkeerslichten uit en zijn er verkeersregelaars aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden. En dan zijn er meer werkzaamheden in Den Haag. Het winkelgebied rondom de Varenheidstraat is opnieuw ingericht. De Farenheidstraat is groener en fietsvriendelijker. Er is nieuwe bestrating geleg gelegd en de maximumsnelheid is verlaagd naar 30 km per uur. Nou, de straat is bij de Thomsonlaan hier gewoon weer open. Er wordt hard verder gewerkt aan het gedeelte hier tussen de Zegbroeklaan en de Thomsonlaan. En de werkzaamheden duren naar verwachting tot en met eind april. En als laatste hebben we vandaag werkzaamheden in Pijnakker. Er wordt gewerkt op het nes tussen de Kreek en de Rietsingel. De straat wordt vanwege nieuwbouw heringericht, en hierdoor is de straat dan helemaal afgesloten voor het verkeer. Maar u kunt omrijden via de Klapwijkse weg, de Rietlanden en hier de Rietsingel. De werkzaamheden in de straat die duren nog tot eind april. Ja, en dan is het weer tijd voor het spelletje Ratenstraat. Ja, vandaag alweer de tweede aanwijzing. En daar gaan we weer lekker de zon in. Wat ziet alles er dan toch prachtig uit? Maar goed, het kan allemaal heel mooi zijn. Waar is dit? Als u weet waar de cameraman op dat moment rijdt, nog even een kunstwerk aan de linkerkant. Mail het antwoord dan naar verkeersjournaal.omroepwest.nl en maak kans op leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.